Welkom bij de hoogtepunten. Lekker veel afstand gehouden deze week. Echt 1,5 meter, misschien wel 3. Zeg, wist jij dat dit hoogtepunt nummer 70 is? Ja, dat wist ik. En je kan dus nog 70 keer naar de hoogtepunten kijken, want je hebt toch niks te doen. Precies, binge kijken. Veel plezier. Veel plezier. Mattie en Marieke. Wij hebben in dit pand de traagste lift van Nederland. Dus als hij net weg is en je komt beneden aan, dan sta je echt lang te wachten. Tom loopt denk ik letterlijk nog geen 20 meter voor mij. Waar was die lift? Ja, luister, jij bent zo traag altijd uit die auto. Ah, dus man, schij de auto uit, man. Nee. Ik heb letterlijk de deuren voor mij zien dichtgaan. Oeh, dat doet zeer. Ja, man. Toen heb ik de volgende test gedaan. Ik denk, als Tom nou boven uit de lift stapt, zou hij dan dat knopje indrukken naar 0? Heb ik gedaan. Niet waar, man. Heb ik wel gedaan. Ach, man, schij nou toch uit. Dat heb je helemaal niet gedaan, man. Ik merk dat de kleine kreukjes en de kraakjes beginnen zich nu af te tekenen. Ja, ik zie alleen maar jullie ook de hele dag. Ja, en we moeten nog tot 1 juni sowieso, hè? God. Erger jij je al aan iets bij mij? Ja, maar dat is voor later. Dat ga ik echt niet redden voor 9 uur. Nee, geintje, jongens. Geintje. De wc-rol omdraaien als het velletje naar de muur hangt. Ik snap die discussie niet zo. Bij mij hangt die naar de muur toe. Dat is veel minder lekker trekken. Ja, vind ik ook. Het rolt vind niet ik goed, echt, rolt minder lekker. Ik pak veel papier, dus ik trek hem ook hard. En gaat hij een beetje ratsen. Ik ben echt helemaal los in deze discussie. Hey, wat maakt anders dat nou toch uit? Ik hang hem wel altijd terug als mensen dat bij me doen. Nou, maar stel dat je ergens anders op bezoek bent. Dat doe ik het ook wel eens. Echt waar? Ja. Ga jij met iemand de toiletrol aan de haal? Ja. Oh, jij kan je zo niet maken, zeg. We schrijven ook mijn naam op de kalender als hij dan. Ik net zeggen. Nou, maar ik moet al mijn gebruik een beetje inperken. Anders verstopt de wc elke keer. Nou, hoeveel papier gebruik je dan? Ik weet niet weten. Wat zijn dat voor hopen dan? Marieke, als ik ga schijpen als een tijger. Zo, niet normaal, joh. Dan komen ze binnenkort met zo'n dierentuinschep. Staat in de hoek van het toilet. Die bekende band uit Zweden. Oh, ABBA. Ja, een Duitse voetbalcompetitie. De Bundesliga. Oh, goed. Dit is een supermarkt. Niet, de Dirk, de Diegros. Ja, de Dirk. Hier schiet mijn algemene kennis tekort. Hé, wat was dit voor beeldengoed? Wow, de Bundesliga. De Bundesliga? Wat gebeurt hier nou? Hoe weet je dat? Ja, het zat gewoon. Ik had het gewoon. Wow, ik ben ook trots, joh. Ik weet echt niks van sport. Oh. Drie mensen mag je uitnodigen die natuurlijk geen klachten hebben en op 1,5 meter afstand. Tom van de Intercom, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik moet je zeggen, Thijs, 1,5 meter, dat lukt al jaren, hoor. Het is mijn vriendin. Serieus. Ik slaap hier op de bank vanavond. Ik denk dat het Tom was die net zijn dingetje aansloot, dat het daardoor stoorde. Ja, het is mijn ding. Ja, maar het is dus alleen als ik tegen het draadje aan had. Ik moet goed zo. Ja, je hebt gewoon een kabelbreuk, denk ik. Maar goed, in combinatie met de oorbellen die tikken is dat wel een leuk. Die oorbellen hoor je niet meer. Nee, die oorbellen hoor je niet meer. Beweeg maar eens. Hoor je? Ja, ik ga helemaal stilzitten. Ik zal de oorbellen voortaan weer uitdoen. We love you, Arnie. Je krijgt zelf lekker de kabelbreuk. Oorbellen bij mannen? Nee. Oh? Ja. Zou je het zelf willen dan? Nee, want ik heb er niet echt de kop voor. Dat weet je niet. Als je het nooit gehad hebt. Wat ik zelf erg lelijk vind bij mannen is de diamant. Heb ik gehad? Nee. Toen je nog in de Bronx leefde. Kijk, je kan de gaatjes nog zien. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ik vind dat heel chopperig. Mag ik dat zeggen? Ja, ja, ja. Chopperig. Ja, klopt. Zo, oma. Vind je chopperig? En smeer je dan ook zijn brood? Ja. Ik zou ach, nee zeggen. Lief. Oh nee, maar ik vind het vreselijk als de vrouw voor de man het brood smeert. Dat durft ze nu niet tegen je te zeggen, maar oh, wat schiet dat bij haar in het verkeerde keelgat. Om eerlijk te zijn, ik hoor van mijn collega's ook wel eens, je bent niet goed. Je bent niet goed! Hij eet altijd 's ochtends broodje pindakaas. Kijk, want Ingrid weet wat haar man lekker vindt. Ik weet ook wat mijn vent lekker vindt, maar ik smeer niet zijn brood. Was getekend, Marieke Elzinga. Ik kreeg van de week een appje binnen van een kennis van mij. Wat was nou het verhaal? Hun kat is blijkbaar bij een huis bij hun in de buurt naar binnen gesneakt. En in net gestort cement gevallen. Zo, maar dan komt het beest nog goed weg. Hij had een kopje onder kunnen gaan. Ja. Was een kat in cement, nooit meer gevonden. Kat in cement. Hey, mag ik vanaf hier even een shout-out doen naar de vrachtwagenchauffeur die mij seinde dat mijn lichten niet aanstonden? En ik heb mevrouw Rozing opgehaald. Nou, wat is met gevaar voor ons eigen leven, want ik reed dus zonder licht. Jullie hebben dus met 2 man in een auto gezeten. Ja, niemand heeft wat gezegd over dat licht. Nou ja. Ik vind het echt bizar. Kijk jij naar voren en check of je licht aanstaat? In principe als ik in de auto zit, kijk ik naar voren, ja. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar ga jij bewust bekijken of je licht aanstaat? Dat zie je toch? Ik dacht altijd, als je licht uitstond, dat dan ook al het licht in je dashboardkastje uit was. Dus, niet je dashboardkastje, maar je dashboard. Goed, we gaan beginnen, jongens. Annemarie, wat zit zo direct in het nieuws? Ja, dus goed nieuws over de Nederlandse Patient Zero. Patient. Patient. Patient.
Patreon. Ah, flikker toch op. Ah, zo kut. Is ook moeilijk als je geen Engels kan. Nou, ik heb jou ook eens Engels horen praten, Tom. Dat is ook niet al te best, hè? Hoe gaan we je talencursus, Arnie? Nog niet begonnen, zoals je hoort. Are you talking to me? Wil je nog één keer die anekdote vertellen dat jij voetbalde bij... Nee, gaan we niet doen. Wat was dat nou? Jij voetbalde in Breda, die stonden onderaan. Ja. En toen ben ik vertrokken naar Utrecht. Die gasten bij de eerste? Toen zijn mijn oude team is kampioen geworden. En toen ben ik mijn nieuwe team ook onderaan geëindigd. Ja, nice. Waarom is dat zo grap? Zo'n beroerde transfer, jongen. Lisanne die zocht een paar dagen geleden met ons contact. Met de vraag. Lianne. Ik wilde het niet zeggen, want ik dacht, laat maar. Maar hoe werkt het nou in jouw brein dat jij namen altijd als het verkeerd zegt? Ja, sorry. Als we een beller aan de telefoon hebben, dan moeten we het ook altijd fonetisch opschrijven. Anders dan zeg jij Misha in plaats van Mika. Ja, weet ik. Ja, het is heel gek. Misha, gek. Ja. Maar goed. Zometeen het nieuws met Rob Trip. Ze heeft hem nu ook echt op. Ja, hoe vind je dat staat? Ja, het haalt wel helemaal de Renault Micromo Jojo in mij naar boven, toch? Weet je... Ik kan alleen maar hier aan denken. De winnaar van de Zilveren Radiostervrouw is... Marieke Elzinga. Mijn hemel. Nou, welkom dus weer op het eindscherm. Sorry. Dit is dus de plek waar we eigenlijk altijd uitleggen dat je kunt abonneren, dat er video's zijn. Video's. Mattie en Marieke. Q Music. Mattie en Marieke.